Op dit moment heb ik echt even zo'n dipje. Nee, Ahmed, dat is niet vervelend bedoeld. Lieverd. Okay, nee. Ik ga filmen. Ja, ga vallen. 3, 2. Zielig. Nee, stop. Ahmed moest plassen. Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Deze week ga ik een aantal leuke dingen doen, maar dat ga ik nog niet allemaal vertellen. Vandaag is het in ieder geval een saaie dag. Ik heb een toets van aardrijkskunde, dus ik moet de hele dag naar school. Super leuk, heel veel zin in. En ik ben pas laat thuis en dan s'avonds moet ik weer leren en dan morgen weer een toets. Dus ja, dat is een beetje puf. Maar ik moet ook opschieten een beetje, want ik ben een beetje gehaast. Ik ben een beetje laat, dus OMB naar school. Wij zijn klaar voor vandaag. Even niet aanstaan. Niet. Hij staat wel aan. Zeg maar wat leuks. Luc en ik gaan leren op school, want ik heb mijn toetsen meteen. Ja. En om 4 uur. En het is nu pas 2 uur. Dus lang wachten. Ik ben nu thuis van school. Ik heb de toets van aardrijkskunde voor mijn gevoel goed gemaakt. Ik wist op veel vragen wel antwoorden en ik denk gewoon dat ik hem goed heb gemaakt, hopelijk. Volgende proef, ik dacht dat ook en toen ook allemaal slechte cijfers. Dus laten we hopen dat het deze keer even wat anders is. Ik ga nu leren voor geschiedenis. Dat is echt mijn laatste eindelijk. En dan moet ik alleen nog volgende week 1 keer naar school voor 2 leestoetsen. Maar dat is dus dan ook nog maar 1 keer. Dus heb ik volgende week lekker een beetje vakantie. Eigenlijk heb ik dan gewoon eigenlijk al vakantie. Dat is heerlijk. Ik hoef maar 1 dag naar school. Op dit moment heb ik echt even zo'n dipje. Ik ben moe. Misschien zie je het ook aan me. Mijn ogen zijn klein, ik ben gewoon kapot. Het is 10 voor 10 en ik moet nog doorleren. Het is gewoon, nu merk ik echt dat het even kut is. Want ik heb gisteren vandaag toets gehad, morgen dus weer een geschiedenis toets. Dan ben ik wel klaar, maar maandag ben ik kunnen leren vanwege de première. En het weekend ook niet zoveel, dus het is gewoon allemaal inhalen, heel erg veel. Dus ik zit even in een dipje dat ik echt zoiets heb van, oh, ik zit echt niet meer zitten. Maar aan de ene kant denk ik ook zo van, ja, het is mijn laatste toets. En ja, ik moet het maar even doorzetten. Ik ben wel bijna klaar. Ik denk dat ik nog even 1 keer alles ga doorlezen. Ik ben in ieder geval klaar met alles opschrijven en alles leren. En nu is het gewoon een kwestie van, kijk, wij, onze docent die geeft ons allemaal tips over hoe we het beste kunnen leren en wat we moeten leren, wat we kunnen verwachten in de toets. Dus die dingen ga ik nog een keer extra doornemen en ook mijn hele samenvatting nog 1 keer doornemen en een samenvatting van de docent zelf doornemen. En nou ja, daar ben ik in een half uurtje al mee klaar. Dus, niet stressen Niels. Even doorzetten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Ik heb geen tijdsbesef. Donderdag. En ik ga zo meteen naar school. En vanavond hebben we 2 hele leuke shows te doen in het Nieuwe Gein. Dus we hebben 2 shows in Nieuwe Gein vandaag. Heel erg leuk weer optreden. En eerst moet ik mijn geschiedenistoets eventjes gaan knallen. Hopelijk gaat dat goed. Dat laat ik jullie of course weten. Dus ik ga nu naar school. Goedemiddag allemaal. Ik ben terug van school. En zoals je ziet ben ik al in mijn optreden outfit. Nou ja, optreden outfit. Ik heb alleen de bovenkant alvast aangedaan. Vond ik wel zo handig, hoef ik dat daar niet meer te doen. Ik heb gewoon wel een trui mee voor na het optreden. Het is altijd chill om je na het optreden even om te kleden. Ik ben dus toch uit school, ik heb de geschiedenistoets gedaan. En voor mijn gevoel ging dit het beste van alle toetsen die ik heb gemaakt. Dus laten we ook hopen dat het resultaat zo is. Ik ga het resultaat wel met jullie delen. Als ik ze allemaal binnen heb, vind ik in ieder geval wel leuk. Ik ga nu onderweg naar Nieuwegein met de trein. Ik ga eerst even met de bus naar Nijmegen Centraal. En dan vanaf Nijmegen Centraal naar Nieuwegein, of naar Utrecht Centraal, en dan daar haalt iemand mij op en dan is dat wat ik bedoel. Daar gaan we even soundchecken en dan even het optreden. Superleuk, ik heb er zin in. Lieverd, we zijn aangekomen bij het theater. Laat me rust. No camera. No. Hey. Nee. Oh, maar het was niet vervelend bedoeld. Lieverd. Ja, dit gaat er toch niet in. Dit gaat er echt wel in. Nee. Wedden? Ik wil het niet. Wedden van wel dat het er wel erin gaat? Nee. Het gaat er echt in. Ja. Jongens, we zijn aangekomen bij het theater met Ian Kuiper. Hoezo niet? Ja, is goed. Je zit hier niet, jouw puist in dit licht. Ja, ah, kijk. Je ziet wel mijn walletjes. Jullie op de vlog? Ja! Ja! Wie wij zijn? Ja. Ik ben Niels. Ik ben Milan Knol. Hoi Niels! Hallo! Ja. Hallo! Jannes is aangekomen in zijn auto! Ja, je bent heus wel knap hoor. Je ziet er echt wel goed uit, Jannes. Ja. Max. Je staat iedere vlog er vervelend op, alsof je chagrijnig bent. Ben je altijd chagrijnig of heb je gewoon geen zin in mijn vlog? Ik heb gewoon geen zin in je vlog. Vraag eens aan ik er wel. Vraag eens aan Peter waar ik hem kan zetten. Peter, waar kan Jannes de auto zetten?
Hij negeert je. Oké, nou word ik opeens met... Oh ja, dit gaat... Jongens, wij gaan zo soundchecken en dan gaan we beginnen met de show. Kleedkamer 1. Uno. Gaan wij samen in de kleedkamer? Oh yeah. Of gaan we ergens anders? Nee, we gaan even de mooiste claimen. Deze is beter, toch? Ja, die is beter. Deze, hè? Ja. Of gaan we met de grote? Meer licht. Kleedkamer 8. Ja. Ja. Kijk, dit willen we. Dit willen we. Zo. Jongens, vandaag staan we in Nieuwe Gein. Oh. Jongens, Nieuwe Gein vandaag. We hebben er zin in. Het zijn vandaag niet heel veel mensen weer, want het zijn maar 50 mensen. Bro, in Tilburg en zo zijn er allemaal alweer 100 mensen en zo, hè? Het was net een pukkel aan het rekenen. Oké, dat is dan niet zo interessant voor de vlog. Kijk. Deze schiet echt hard. Jongen, bro. Kijk, ik ga die lamp schieten, oké? Weet je dat? What the? Oké, okay. Oh. Bro, we gaan ze aanvallen. Hier, attack. Hij is geladen. Jij er ook een? Nee, ik ga filmen. Jij gaat aanvallen. 3, 2. Ik pak er nog een, wacht. Nee, jij moet op ze afrennen. 20 hours later. 1, go. Auw! Je botst het. Sorry. Het gaat eigenlijk wel. Oké. Met zijn handen ook. Oké, jongens, ik ben nog niet op het podium geweest. Eerste reactie. Oh, Andrew. Ja. Dit is het theater waar we vandaag staan, jongens. En het is een nieuw jaar. En hier hebben we dus ook de clip van Met Niemand Delen opgenomen. Het is wel een supermooi theater. Dus we gaan nu even soundchecken. En kijken of het geluid allemaal goed is. Ik ben zo tikkie. Dat is een mooi b-roll shot, hè? Ik ben aan de verkeerde snaren aan het draaien. Dit is voor in de vlog. Heel mooi shot, Ian. Met mij. Ga je mee. Met mij. Ik zie. Je denkt dat wonder niet te heden zijn, nee. Maar ik beloof je dat het lukt bij mij. Jongens, Doelo is... Wie is die sexy linker? Ja, jij bent echt lekker, man. Ja, dankjewel. Oké. Wij gaan ons klaarmaken voor de show. Het is en eten. Een uur en een kwartier, we gaan sushi eten en eten, ja. En, dat is zijn. Gaan we sushi eten nu? Nee, ja, het is gewoon een kwartier of zo. Oh, echt? Ik dacht het is avondeten. Ja, dat is ook het avondeten. Het is al kwart voor vijf. Oh, hè? De show is om 6:30, namelijk ik heb vandaag echt tot 2 uur in bed gelegen, hoor. Sukkel, luizak. Ja, is toch lekker? Ja, het is fantastisch. Als je vakantie hebt, heerlijk toch? Tot half zeven gaat onze show. Ik had hoor, daar niet van. Beginnen de eerste en dan hebben we om 9 jaar weer nog eentje. Whatever. En nu ga je even make-upje doen, eten en klaarmaken. Jannes gaat nu zijn solo doen. Goeiedag dames en heren, Niels is vlogcamera backstage vergeten. Je ziet daar zo'n mooi podium. Prachtig. We hebben show 2 achter de rug. Ik heb mijn bubbelbuisje gepakt. En het is een beetje overbelicht hier. God non die. Lijkt op een spookman. Nou, tof. Ik hoop dat ik Niels kan laten schrikken op camera. Hoe naar de toilet? En ik begin een beetje nu al een lamme arm te krijgen. God non de u. Niels! Hoe haal jij dit? Ik mag niet praten. Guys, wij hebben show 1. Hebben wij prima gedaan. Kon wel beter. Dus we gaan nu voorbereiden voor show 2. Even alles doornemen. En dan kijken wat beter kan.
Even alles, onze make-up, ons haar even bijwerken. En dan kunnen we zo meteen... Dan kunnen we zo meteen show 2 gaan knallen. Oké, we gaan show 2 doen. Het is 9 uur. Hebben we er pit voor? Net ging de show niet zo heel goed. En nu willen we gewoon deze show nog beter doen. Of ja, vooral gewoon beter doen. Probeer altijd het beste uit jezelf te halen. Wij zijn klaar met de show. En deze gaat veel beter, jongens. Veel beter. Heel beter. Dan zijn we moe. Beter. Sneller naar huis. Maar wat gaan we naar huis? Maar wat gaan we snel? Wat gaan we snel? Jannes, die blijft bij mij slapen. Wat gaan we... bij jou. Nee, wacht. Wat? Gaat Jannes bij jou dokken? Ja. Maar jij moet morgen naar school. Ja, maar Arie komt hier voor thuis. Arie doet jij het mee dus. Ja, de vraag is... Ja, nee, denk ik wil bij thuis slapen. Anders dan word je wakker van mijn wekker. Ja. Ja, of je brengt mij morgen naar school. Of je brengt mij morgen naar school. Ik denk dat dat heel aantrekkelijk is voor Jannes. Dan moeten we 7:50 vertrekken. Dat kan wel, toch? Als jij me 50 euro betaalt, doe ik dat best wel. Daar denk ik over na. Goedemorgen jongens, ik ben gisteravond vergeten te vloggen. Het komt omdat ik moe was en ik echt geen puff had om te filmen. Ik kwam pas om 1 uur thuis ofzo, met Jan. Jan is bij ons thuis en ik kom net van school af. Het is ongeveer uurtje voor 10. Ik heb net 1 toets gemaakt en nu mag ik alweer naar huis. Fantastisch. En dit was echt eventjes mijn laatste voor nu. En dan heb ik volgende week, vrijdag, nog 2 toetsen. Alleen dat is leestoetsen, daar hoef ik niet voor te leren. Dus dat is wel fijn. Heb ik nu een weekje vakantie? Nou ja, van school. Van Force niet, want vandaag hebben we 2 shows in Snake. Zo, ik kom net de bus uit. Ik ben thuis, ik ben echt kapot. Ik denk dat ik oprecht mijn bed eventjes inga om even een powernap te nemen. Want we moeten zo meteen nog 2 shows doen. En ook best wel redelijk laat weer, allebei. Dus ik denk dat het oprecht gewoon slim is om eventjes te gaan liggen. Of in ieder geval te zitten dat ik even tot rust kom, waardoor ik ook zo meteen die shows gewoon goed kan doen. Want anders is het een beetje lullig. Maar dat komt wel goed. Ik ga er gewoon even goed op voorbereiden. Even rust aan, Jannes is bij ons, maar ik denk eerst dat hij nog slaapt. Hij wordt nooit wakker in de ochtend. Maar we gaan het zien. Jongens, wij zitten in de auto onderweg naar... Sterneuzen. Oh nee, sorry, dat is morgen. Nee. En vandaag is super leuk. We hebben er zin in. 2 shows zijn allebei uitgekocht. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk met 50 mensen. Maar het is wel leuk dat iedereen komt, Jantje. Ja, zeker. En Jannes' auto staat bij ons. Als je denkt, ja, waarom rijdt Jannes opeens niet? De auto is kapot. En dan zit ik nog achterin ook. Nee, grapje, de auto is niet kapot. We hebben zo onze reden. We gaan vanavond naar een hotel. Omdat we morgen weer aan Terneuzen moeten zijn. Maar. Gaat dan met de hand. Ja. Maar. de hotelvlog zien jullie de volgende keer. Dat is zo meteen stop ik naar met de vlog. En dan is het natuurlijk wel een keertje klaar. En de hotelvlog is een andere vlog. Oké. Wij staan in de file. 56 minuten lang. Plassen. Ja, dat is mijn plassen. Ga je het echt in een fles doen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is moet even plassen. Oh. Ik ga nu even extra hard doorrijden. Nee. Ja. Ja, oké, daar komt hij. Daar komt hij aan. Ja, nu moet je gaan. Oh, dat is zielig. Nee, stop. Hij moest plassen. Oh, dat is zielig. Moest je plassen, jongen? Godzijdank. Oké, jongens, er is hier dus blijkbaar een vliegtuig. Hij heeft een noodlanding moeten maken, waardoor wij dus nu al zo lang in de file staan. Maar ligt daar echt dat vliegtuig nog? Ja. Echt niet. Hoi, jawel. Oh ja, doe het raam open. Ja, ik zei gaat even lekker hardlopen. Zij is even lekker aan het hardlopen, die meid. Woehoe! De parachutisten die zijn allemaal, zijn iedereen in zijn levend uitgekomen. Gelukkig maar. Oh, het is afgesloten. Ja, je kunt er wel omheen, of niet? Kijk, hier is dat... Flink. Daar. En nu kunnen wij weer rijden. Na een uur. Aangekomen in het theater en we hebben net echt super snel de doorloop gedaan. Want zoals jullie weten zijn wij bijna een uur te laat. Vanwege de file. Dus dat is irritant, maar daardoor moeten we alles even snel doen. Dus ik moet nu heel snel mijn make-up gaan doen. En daar... Ik was even aan het vloggen. Sorry. En daarna... Hebben we een leuk spelletje voor vandaag. Gaan we eten. Jongens, het is 10 minuten voor aanvang. Maxi. Ben je lekker aan het voorbereiden? Ja, zeker. Goed zo. Over 10 minuten hebben we dus de eerste show. Wat zit je te lachen? Wat zit je te lachen? Max heeft iets onteugend gedaan, sowieso. Anders lach je niet zo raar.
Maar oké. Over 10 minuten begint de show. En zoals je ziet ben ik weer helemaal aan de maquillage. Ik ben helemaal weer op mat gemaakt. Ik moet mezelf credits geven dat ik het zelf heb gedaan. Ik vind het echt dat ik het goed doe iedere keer. Maar we hebben er zin in. Het is weer voor 50 mensen vandaag. Morgen voor meer. Dus weer vanaf morgen. Eindelijk. Maar voor nu 50 mensen. Dus we hebben er zin in. Show 1 is alweer klaar. En we staan alweer in de coulissen voor show 2. Want we hadden maar een 3 kwartier ertussen. Dan is ze aan het mentaal voorbereiden. Het publiek zit nu vol. Oké. Dus we hebben nu show 2. Ik heb er zin in. En ik laat jullie even wat zien van de solo stukjes van Ian en Max. Wij zijn klaar en dood. Ja, jongens, wat was het een dag? Wat was het een dag? Wat was het een week? Ik wil bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video vlog. Doei, doei. Max.